Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Deze week werk ik weer verder aan het display van de People in Space, waar we de afgelopen 2 weken aan gewerkt hebben. En het probleem wat we de vorige keer achterlieten, was dat als de wifi-naam van het netwerk, de wifi-naam of het wachtwoord verandert, dan moet je die wifi-module opnieuw configureren. Nou, dat is natuurlijk niet echt gebruiksvriendelijk. Als je bijvoorbeeld dit product zou verkopen of als je het zou cadeau doen aan iemand. Er moet dus een betere manier zijn om die wifi module te configureren. En daarom gaan we die gegevens, die wifi gegevens, opslaan op deze SD-kaart. En die SD-kaart die geven we dan aan de Arduino. En dan kan Arduino dus de wifi-module opnieuw configureren aan de hand van die nieuwe gegevens. Dus daar gaan we mee aan de slag. Hier heb ik de SD-kaartreader die ik wil gaan gebruiken. Deze had ik nog liggen. Het is een micro SD-kaartreader. En hij wordt aangesloten op de SPI-bus. Als ik de boel even omdraai, dan zien we hier dat hij een aantal aansluitingen heeft. De bovenste is Chip Select. En die gaat naar pootje 8 in mijn ontwerp. Die mag je zelf kiezen. En ik heb hem naar pootje 8 gedaan. Dan is de volgende, de tweede van boven dus, is de klok. Nou, die kan je niet kiezen. Die moet naar pootje 13. Dan is de volgende Moci. Dat betekent Master Out Slave In. En die gaat naar 11. En dan krijgen we zijn tegenpartij, de Miso. Master In Slave Out. En die gaat naar 12 op Arduino. Nou, dan hebben we vervolgens nog VCC en Ground. En die gaan dus naar 5 volt en naar ground. Dit Arduino kloonbordje, dat vind ik zelf erg handig, die heeft van die extra headers. Dus hier zitten de standaard headers natuurlijk, maar er zitten daar nog lege eilandjes. En dan kan je dus nog een rij insolderen. En ook hier heeft hij nog een aantal extra aansluitingen voor 3,3 volt, 5 volt, ground en TX en RX. Dus dat is erg handig. Dan hier nog even een plaatje. Met een klein tabelletje. Hier de signaalnamen van het bordje. En aan deze kant de Arduino pins. Dus zo sluiten we het aan. Je zult begrijpen dat de wifi-sketch natuurlijk flink is aangepast. Om die SD-card reader te ondersteunen. En ik heb een functie gemaakt en die heet Reconfigure Wi-Fi. Hier wordt die gebruikt. En die wordt dus in de setup aangeroepen. En het eerste wat hij doet is kijken of er een SD-kaartje is. Dat doet hij hier. Als er geen SD-kaartje in zit, dan kunnen we gelijk stoppen met reconfiguren natuurlijk. Want dan valt er niks te reconfiguren. Dus dan zeg ik return false. Want deze functie, dat is een boolean. Kijk, hier zie je het. En dat betekent dus dat je van deze functie true of false terugkrijgt. En als er dus geen SD-kaartje in zit, dan zeg ik gelijk false. Nou, dan gaan we dus terug naar de setup. Want hier in setup van Arduino wordt hij dus aangeroepen. Dan zeg ik if reconfigure wifi, als hij dus vals teruggeeft, hier met het uitroepteken, dan voeren we gewoon een reset wifi uit en dan gaan we aan de slag met het programma. Als hij wel reconfigure wifi doet, dan doet hij daarin ook al een reset. Dus dan hebben we deze niet nodig. Dus even terug naar reconfigure. Als er nou wel een kaartje in zit, dus dit geeft geen vals terug, dan gaan we gewoon verder hier naartoe. En dan kijkt hij of er een tekstfile op staat op het kaartje. En die heet wifi.txt. Als die niet bestaat, dan maakt hij hem voor je aan. Dat is wel handig. En dan zet hij daar gelijk al een regeltekst in, SSID, password. Zodat je snapt dat je daar dus SSID en password moet invullen. En dan sluit hij de file weer. En dan doen we weer een return false. Want ja, er valt nog steeds niks te reconfiguren. Nou, op dat moment kan je dus het kaartje weer uit de laser halen en in je computer stoppen. En dan kan je dus die regel aanpassen met het nieuwe SSID en password. En als we dan nog een keer die functie aanroepen, omdat we weer de Arduino hebben gereset, dan komen we uiteindelijk hier terecht, reconfigure. Dan open ik die tekstfile, wifi.txt. En dan gaan we de tekst lezen in de tekstfile, karakter voor karakter. Dus ik zeg gewoon while my file available, dus zolang er tekst in zit, lezen we alle karakters.
En dan ga ik dus weer die stroom van krachten zitten analyseren. En ik wacht op een komma. Want als we de komma hebben gehad, dan hebben we dus de SSID ook gehad. Dan zitten we dus hier. Dus als die komma er is, dan zeg ik, nou, alles wat we nu in de buffer hebben, ik heb een lijnbuffer gemaakt, hier lijnbuffer, dat zal nu wel de SSID zijn. Dus dan kopieer ik de waarde van lijnbuffer, kopieer ik in SSID. Hier. En dan wordt die lijnbuffer weer gereset. En dan ga ik dus weer hetzelfde doen. En dan wacht ik op een line break op het karakter 13. Dat is, als je op return drukt, dan krijg je karakter 13. Hè? Dus het einde van de line, die heeft dus karakter 13. En als we dat tegengekomen zijn, dan breken we out die loop. Hier. Met het commando break. Want dan breek je uit deze while loop dus. En dan zeg ik, nou, alles wat nu in de buffer zit, dat zal dan wel het paswoord zijn. Zo dus. En dan sluiten we de file. En dan hebben we dus een SSID en een password. Dan gebruik ik weer die lijnbuffer, want die variabele had ik toch al. Die gebruik ik om die lange string te maken die eigenlijk deze tekst bevat. AT plus CWJAP is SID en password. Dit is dus het commando om de wifi module aan te melden bij een nieuw netwerk. Dat heb ik laten zien in de vorige video, video 2 in deze serie. Dus die string wordt hier opgebouwd. Nou, en dan zeg ik do. Clear de buffer, send wifi. Dan sturen we dus gewoon het commando. En dan wachten we tot we een IP-adres hebben gehad van de router. Als dat mislukt, dan gaat het automatisch opnieuw. Dus het zal wel uiteindelijk een keertje goed moeten gaan. Dus ik heb ook een nieuwe functie gemaakt, wait for IP. Want dit deden we al in de setup. Deden we al een wifi reset. En dan wachten we op een IP. Nou, daar heb ik nu een eigen functie voor gemaakt, omdat ik die wait for IP hier ook nodig heb. Dus die zit hier ergens, wait for IP. Hier heb je hem, weer een boolean, wait for IP. En die wacht dus gewoon tot wifi got IP langskomt. Heb ik verteld in de vorige video. Dus nu in de reset wifi, die is nou veel kleiner geworden, omdat we het hele deel van de wacht op IP eruit gehaald hebben. Dus deze nou, die zegt ook gewoon, nou, herhaal constant dit loopje, totdat de wait for IP geen false meer teruggeeft, maar dat hij true teruggeeft. En die wait for IP, die heeft een timeout. Dus die duurt maximaal 20 seconden. Dus dit loopje duurt 20 seconden of korter als we een IP-adres vinden. Deze sketch is natuurlijk weer te downloaden op mijn website. En ik zal nu even een demonstratie geven van hoe het werkt. Ik heb op mijn telefoon even een wifi hotspot gemaakt. En we zijn nu dan ook verbonden met deze wifi, met super wifi. En ik ga nu het wachtwoord veranderen. En dan zullen we opnieuw moeten inloggen. Dus wachtwoord 123, paswoord 123, paswoord ABC. Done. Nou, nu zal hij automatisch de verbinding verliezen. Dat zag je ook gebeuren. Kijk, nou probeert hij te verbinden opnieuw. En in het scherm zien we ook staan wifi disconnect. En het gaat dus allemaal mis. En nu na een paar mislukte pogingen zal hij opnieuw moeten gaan proberen om te connecten. En dan moeten we zien dus dat hij opnieuw op zoek gaat naar een IP-adres. Ja, daar gaat hij. Dit gaat natuurlijk nooit goed komen. Hij gaat natuurlijk nooit geen IP-adres krijgen, want het wachtwoord is veranderd. Nu neem ik een SD-kaart. En dit is een hele lege SD-kaart. En die stop ik erin en dan ga ik mijn wifi of mijn Arduino resetten. Zo, reset. Nou, verder gebeurt er niks, want het kaartje was leeg. Dus ik haal hem weer eruit. En dan stop ik hem in de computer. En nu heeft Arduino dus hier een tekstfijltje gemaakt. En dat heet wifi. En dat kan ik nu dus aanpassen. En dan zeg ik dus, mijn SID is nog steeds super wifi. Spaties zijn geen probleem. En het paswoord was paswoord ABC. Zo, save. Dan stop ik mijn kaartje weer terug in de Arduino.
En dan zet ik even de telefoon aan, dan kunnen we zien wat er gebeurt. Ja. En dan reset ik de Arduino weer. Dan gaan we zien wat er gebeurt. Hier zegt hij reconfigure, zie je. Super wifi, paswoord ABC. En hij is weer geconnect, het is gelukt. Hier, got IP. Nu is het nog niet gelukt om de juiste waarden op te halen. Maar dat proberen we nog een keer dus. Ja, kijk, nu is het wel gelukt. Dus nu zijn we verbonden met het nieuwe wifi-netwerk. En nu kan dus mijn kaartje weer eruit. En de volgende keer dat hij opstart, zal hij gewoon weer aanmelden bij het nieuwe netwerk. Ja, geweldig. Dit hele spulletje moet nou uiteindelijk in een kastje komen. Maar daar kom ik in de komende weken niet aan toe. Want ik wil namelijk een kastje gaan printen. Met het 3D printen dus. Van een soort semi-transparant materiaal. Waardoor je dus de ledjes mooi door het materiaal heen ziet schijnen. Dus dat is een nieuw materiaal wat ik nog moet aanschaffen. En waar ik nog mee moet leren printen. Dus dat duurt nog een paar weken. Maar wat ik nu eerst wil doen om dat voor te bereiden, is eigenlijk die Arduino Uno ervan afhalen. En die vervangen door een Arduino Nano. Want deze dingen gebruik ik liever in zo'n projectje. En dan kan ik deze weer vrijmaken om iets nieuws te ontwikkelen. En het leuke van die Arduino Nano is dat er gewoon precies dezelfde processor op zit als op het Uno-bordje. Dus je kan het programma wat je hebt geschreven voor de Uno, kan je rechtstreeks flashen in de Nano en het werkt gewoon precies hetzelfde. En al die steekverbindingen die ga ik natuurlijk vervangen voor echte draadjes. Zo, ik ben begonnen met alle modules te voeden vanuit de nieuwe Arduino. Dus ik heb 3 draden aan de ground en 3 aan de 5 volt. En die gaan naar mijn aparte modules. En nu ga ik 1 voor 1 die modules, alle draden vervangen naar de digital in-out ports. Dus ik moet even goed kijken hoe ze zitten. En dan de draden vervangen. En zo migreer ik het langzaam van mijn Uno naar mijn Nano. Nou, dan nu het uur van de waarheid. Ik heb de Arduino Nano al geflasht. Dus die sluit ik aan op USB. Gaan we eens kijken. Ja. Het lijkt nog te werken. Hartstikke mooi. Nu gaat dit project dus een tijdje op de plank liggen. Totdat ik klaar ben om een nieuwe behuizing te printen in het nieuwe materiaal. Wat een beetje semi-transparant wordt. Dat wordt volgens mij heel erg sexy. En dan maak ik nog wel een paar extra ledjes erin die wat status aangeven. Of misschien een RGB-ledje. Om wat leuke effecten in het kastje te hebben. Maar dat zien we dus in de toekomst een keertje. Die wifi-module, deze, die heb ik nog een keertje opnieuw besteld. Exact dezelfde, omdat ik nog een keer een video wil maken over het flesje, de firmware-update. Het firmware-flesje van die dingen. Want dat is misschien wel leuk om een keer te zien. Maar goed, dat zien we in de toekomst een keertje. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.